allemaal, welkom bij Your Sweetie, deel 4 van Minecraft. Dit is het één na laatste deel. Er komt hierna nog een deel bij. Goed, even kijken, waar waren we? In een huis. Ik had een huis gebouwd, dit heb ik allemaal bij me. Wat heb ik dan zo'n schatpoppetje van mij? Eigenlijk elke dag hetzelfde. Het is avond, misschien ook niet, maar ik ga toch maar even slapen. Kijk, het lukt ook nog. Hallo! Ik ben in een geweldig humeur vandaag. Ja, wat zou ik vandaag eens allemaal gaan doen? Behalve... De monsters stonden aan, hè? Nou, dat zal wel helemaal loslopen, vermoed ik. Kijk, ik heb hier ook nog een mooi van dit. Dus dat gaat ook weer helemaal geweldig worden. En deze staat helemaal verkeerd. Kom jij maar even, vriend. Dan zet ik jij weer het ons neer. Zo, weer een hond. En een konijn. Kan je geloof ik eten als je ze in een bakje doet. Met nog iets erbij. Wat vliegt daar? Dat is het konijn weer, maar die vliegt dit keer niet echt. Ik denk dat ik vandaag een sneeuwballengevecht ga houden met monsters. Vermoed ik. Als ik monsters kan vinden, natuurlijk. Laat ik in ieder geval eerst maar even kijken waar mijn voedsel is gebleven. Want ik had heel veel voedsel geloof ik. Oh, dat heb ik allemaal gepakt. Hey, dat scheelt. Kijk, lekker hoor, rottend vlees. Ik ga denk ik maar even van steen halen, want ik weet eigenlijk helemaal niet hoeveel steen ik nog heb. Überhaupt steen. Oh, jawel, ik heb nog wel steen. Kom op hout. Überhaupt. Dan laten we maar beginnen met een mijn maken. Dit keer eentje die... Ik ben eigenlijk ineens best wel bang voor een monster. Goed, dat is wel lekker. Een grote mijn, een redelijk grote mijn. Ik weet nog niet precies wat ik nu aan het doen ben, maar ik zie wel wat het lot mij gaat geven. Oké, ik ga nu iedereen een hele goede tip meegeven. Als je weet dat de monsters aanstaan, doe dan je belangrijkste spullen in een chest. Waarom druk ik nou altijd op die knop? Ik moet zo even wat hout nemen, want ik moet heel even een chest maken. Zo, oké, gaat ze naar kant. En dan doe ik wel shift en dan gaan we ze allemaal hebben. Hey, leuk! Hey, leuk! Kan ik mee, hoe heet het nou ook weer? Dat gedoe, zeg maar. Weet je wel? Ja, weet je zo'n schaap of een ei. Een kip. Ja. Ik denk dat ik in ieder geval vanavond sneeuwballen ga gooien. Naar monsters. En wat ga ik... Oh, ik heb een idee. Ik ga mijn huis uitbreiden. Let op. Als ik nou eens... Heb ik ook nog ergens wat extra hout. Deze heb ik nodig. Let op, ladies en gentlemen. Ik ga jullie wat leren vandaag. 28 zal wel genoeg zijn. Dat is eigenlijk echt veel te veel, maar oké. Okay. En doe zo, doe zo, doe zo. Als het goed is, is het nog. Ik heb 3, dat is wel heel veel. Ik heb in ieder geval voor de rest van mijn leven genoeg sticks. Wat ik nog meer nodig heb, is glas. Even kijken hoor. Want dan kan ik een soort uitkijkpost gaan maken waar ik ook nog mensen kan gaan beschieten. En dan maak ik hier een mooi gat in het dak. Weg. Maak mijn bel hier. Zo. Gat. Dan neemt men het deze en die. En deze. Oh, wacht. Ik moet even blijven staan. Kijk. Hopsakee. Ga maar glas maken. Als het goed is, komt hier glas. Let op. Hey, mooi. En dan dacht ik, als ik nou hier zo'n... oké. En dan kan ik hier... Zo een uitkijkpost maken. Ja. Hallo, dat heb ik niet gevraagd. Misschien... Kijk wat ik nog meer... Nee, ik heb nog steen. Ik heb wel een beetje hier weinig. Maar dat maakt op zich niet heel erg uit. Kijk. Kijk, ik heb precies. Perfect. Nou, waar ik nog meer aan dacht is om eerst even deze boom om te hakken. Strak, in mijn trainingspak, pak, kijk eens hoe ik hak, lekker bedankt. Tot in de vroege morgen, strak, in mijn trainingspak, pak, kijk eens hoe ik... Ik heb ooit van iemand gehoord, hoe langer je op dezelfde plek blijft, hoe meer monsters daar komen.
Zo. Maar of dat waar is, weet ik niet. Kijk eens aan. Als ik nou eens zo. Deze allemaal daar zo. En twee. Hopzakee. Kijk, en doe je zo. En dan doe je zo. En dan doe je. Oh, fijn. Kijk. Goed, nu niet naar beneden vallen. Voor de mooiheid. Of voor de mooiheid. Was wat echt light. Ik heb het weer helemaal verkeerd gedaan, hè? Oh, ben ik ook weer lekker schapig bezig. Toen voor vervelendheid. Nou! Ja. Ik twijfel. Als ik hier glas tussen doe, kan ik ook geen sneeuwballen gooien. Als er een spider zou komen. Dan heb ik echt een probleem. Dan moet ik nog maar wat nieuwe gaan halen. Nou, mooi zand. Hè? Ik had gewoon nog zand. Of eigenlijk aarde. Dirt. Ik heb wel een konijn. Niet toch? Als het goed is, ben ik nu veilig. En ik geloof dat het ook nog eens avond gaat worden. Dus dat komt helemaal mooi uit. Of wordt het geen avond? Ik weet het allemaal niet meer. Ik heb in ieder geval die sneeuwballen. Dat heb ik ooit een keer op PE gedaan met mijn broertjes en mijn moeder. Ja, mijn moeder ging ook meedoen. Dat was best wel komisch, want zij is echt wel een beetje een noob. Achter beeldscherm dingen maken en zo. Dus ja, dat is best wel grappig om te zien. Kijk, ik heb mooi een bed. Hoop dat de zombies niet lang op zich laten wachten. Wee. Oh, kijk, leuk. Ik ben bang. Want ik. Misschien was ik wel aan het inzoomen. Yeah, ik heb de inzoomknop gevonden. Of eigenlijk niet, maar. Wat hier nog mist, enig probleem. Is een aantal fakkels. Een hele fakkel. Dan moet ik het mee zien te redden. En morgen. En al die dagen die je verder nog blijft. Kijk, ik zet hem zo mooi in het midden. Hopsakee. Ga ik toch maar slapen. Kijk, wat een mooi uitzicht over de muur. Ja, jammer. Maar met een bel kan natuurlijk ook altijd. Niet vallen. Vind een blokje. Goed zo. Kijk. En ik heb alles weer in orde. Zo'n deel een beetje. Hier het meeste uitzicht hebben. Oh, dat is een leuk idee. Gewoon pompoen die lucht geven. Licht geven. Ja, licht. Ik zie iets over het hoofd, geloof ik. Ik moet heel, heel even een beetje bomen aan stukjes hakken. Strak in mijn trainingspak, pak, kijk eens hoe ik hak, lekker rijpe dag. Tot in de vroege morgen, strak in mijn trainingspak, pak, kijk eens hoe ik. Ja, oké, mooi. Ja, ik heb zat stokjes geloof ik. Hallo, is het sowieso wel een leuk idee om pompoen in de muur te doen. Vind ik. Maar is het leuker als ze. Oh. Dat was dan weer helemaal niet helemaal de bedoeling. Als je het zo doet. Zo. Dan sloop je natuurlijk wel een beetje interieur. Maar kijk, als jij nou een pompoenhoofd doet. En je gaat volgens in bed liggen. Dan ziet het er allemaal heel leuk uit. Ik heb een heel leuk idee dat ik ga doen. Omdat dat nu vanavond niet lukt. En ik heel graag op deze ene video. Zo ontzettend graag. Een sneeuwbalgevecht wil gaan houden. Lijkt het me leuk als ik nou. Ja, daarom ben ik dus ook die blokjes aan verzamelen die gewoon niet meewerken. Wat zandblokken neerzet. En dat ik dan een stukje ga zoeken. Waar wel monsters komen. Dat ik dan een sneeuwbalgevecht hou. Jammer dat ik niet zo ontzettend veel sneeuwballen heb. En ik heb geloof ik mijn cheats ook nog aanstaan. Dus ik kan ik alsnog niet één nieuwe pakken. Wat zou je nog om me kunnen gooien? Ik heb wat deze. Kun je hier iets mee?
misschien. Ik heb wel deze, het is niet geval. Er zijn er nog niet zo heel veel meer op. Ik heb er nog 26, dus dat is eigenlijk best wel veel. Kijk, en dan grijnt iedereen tegemoet in de muur. Zalig hoor. Oké, ik heb dus de blokken met zand. En nou ga wat ik. Hopzakee. Laat ik eens een mooie plek uitzoeken. Dan gaan we hier weer naar beneden. Zo duidelijk zat wat mij betreft. Nou, ik ga nog heel even een stukje verder, denk ik. Niet heel veel meer. Ja, natuurlijk. Ik ga dan heel veel dat soort dingen doen in mijn eentje. Ja, ik ben dom, dus ik stoot mijn hoofd de hele tijd tegen een dom, stom, vervelend snotstruikje aan in plaats van me even dood te maken of zo. Ik denk dat ik gewoon heel even wacht. Tot op een avond. De kans dat ik vandaag ter plekke ga overlijden is redelijk groot. Wat dan bijvoorbeeld slim is om te doen. Dan hoop ik alleen niet dat er Endermans in de buurt komen. Dan ga ik dus wel gillen, maar... Oké, daar blijf ik wel uit buurt. Het ultieme sneeuwballengevecht. 2000 years later. Waar staat die Doerak? Ah, daar sta je, jochie. Wat gezellig dat je er ook bij bent. Kijk hoor. Bijna. Haha, hard voor je. Hehehe. De laatste sneeuwbal. Goed. Het was een groot sneeuwbalgevecht. Hij is nog niet dood. Hij is wel van de aardbodem verdwenen. Misschien is hij verdronken of zo. Nee. In ieder geval, deel 5 komt er ook nog aan. Wat ik daarin ga doen, dat weet ik nog niet. Misschien dat ik eerst mijn huisjes probeer terug te vinden. En natuurlijk komen er ook de nieuwe games. Ik weet nog niet precies welke, maar die komen dan ook nog. In ieder geval tot de volgende keer. Doei! Doei.